Midden december 2001 is Mario de Klerk uitermate gemotiveerd voor de thuiswedstrijd in Wortegem-Petegem. Hij trekt alle registers open. De Klerk herhaalt het manoeuvre van Tabor. Slachtoffer met dienst is Sven Nys. Dat is een moment dat ik nooit meer vergeet. Ik heb daar ook een foto van thuis. Hij zwiert echt met zijn fiets zo van... Jongen, dat is hier wel Wortegem-Petegem, hè. Uit de weg. Dat was keihard. In de cross wordt van dan af gesproken over een De Klerkske doen. Op het randje van het toelaatbare de winst opzoeken.